Als Tongenaar kende ik ons ziekenhuis natuurlijk al. Maar het is pas in deze rol dat ik AZ Vesalius in al zijn facetten leer kennen. En na een drietal maanden op post kan ik zeggen, het is erg aangenaam kennismaken. Bij de start van een nieuw jaar kijken we al eens graag vooruit naar wat ons te wachten staat. En voor de zorgsector, en dus ook voor ons ziekenhuis, zijn dat enkele grote uitdagingen. Denk maar aan de netwerkvorming en de nood om te blijven vernieuwen en te blijven inzetten op kwaliteit, terwijl budgetten slinken. Als voorzitter wil ik er dan ook mee toezien dat de juiste keuzes worden gemaakt, zodat jullie je job in de beste omstandigheden kunnen uitoefenen. En dat we blijven investeren in kwaliteitsvolle zorg en in het menselijk kapitaal van ons ziekenhuis. Want ik sta hier natuurlijk op de bouwwerf van wat het nieuwe medecentrum in Bilze zal worden. Een mooi voorbeeld van zo'n nodige investering. Maar zonder jullie is een ziekenhuis, hoe mooi en hoe nieuw ook, niet erg veel waard. Jullie zijn de sterke fundamenten waarop AZ Vesalius gebouwd is. En als ik bij de start van dit nieuwe jaar één gevoel met jullie wil delen, is het trots. Ik ben en blijf erg onder de indruk van die geëngageerde en gedreven motor van 800 personeelsleden en bijna 100 artsen die voortdurend streven naar patiëntenzorg van de allerhoogste kwaliteit. Vanavond in de Phoenix klink ik op het nieuwe jaar en op jullie. Ik wens u en uw dierbaren het allerbeste toe voor 2020 en kijk er naar uit om jullie nog beter te leren kennen. Ik ben Steve Hosten, sinds einde september voorzitter van de Raad van Bestuur van AZ Vesalius.